Kijk, dit is zondag en vandaag is dus het noodweer in Spanje. Even kijken hoor. Ja, ik zie daar wel wat wolken. En daar. Kijk, aan de andere kant. Nee. Nee, het is nog geen noodweer, maar ik hou het in de gaten voor jullie vandaag. Nou, we zijn nu eventjes een uurtje, anderhalf, twee verder. En kijk, het trekt toch iets dicht nu. Zien jullie? De wolken trekken toch iets dicht. Daar is het nog wel wat lichter. Maar je merkt het ook. Dat het toch wel ander weer wordt. Maar goed, we houden het even in de gaten. We zijn even naar de open vlakte gelopen. Kijk dan, zie je het? Het is daar ja. Wordt het toch wel een beetje warm. En net vielen er 10 spetters uit. Hier, kijk daar. Uit de lucht. Ja, kijk, daar is alweer blauw. Ik denk, kan je het even beter zien. En ook de wind waait niet zo hard. Dus dat valt ook allemaal wel mee. Kijk, en daar een regenboogje. Dus daar regent het en dan hebben we er hier geen last van. Het is nu kort voor 3 's middags. Kijk, je hebt daar toch nog wat blauwe lucht, maar het is wel wat dikker. En ik zal jullie eventjes laten zien die weerradar van Weerplaza. En dan komt die storm eigenlijk heel langzaam deze kant op. Dus ik denk eigenlijk dat we er morgen pas last van krijgen in plaats van vandaag. Oké, jullie zien hier de buienradar van dit moment. Kijk, je ziet hier dat het is zondagmiddag, 14:53. En dit is de buienradar voor Spanje. En je ziet die bui die draait zo rond. En wij zitten hier. Ik zal het even laten zien. Even op inzoomen. Kijk, wij zitten hier bij Elsje. En je ziet dat het rond 4:30 begint het een beetje te komen. Maar de ergste, de hele donkere, ik denk dat dat vannacht overkomt. Ik kan even kijken de komende 24 uur. Zondag 19, 11, maandag 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur. Oh, het is morgenochtend ook nog. Oké, nou, daar houden we dus wel even de komende 24 uur last van, denk ik. Nou, je zag op de beelden dat het viel me eigenlijk heel erg mee. Hier hebben we er tot nu toe niet zoveel last van gehad. Vanochtend zelfs nog zonnetje. Maar goed, ik ga jullie even op de hoogte houden. Leuk video. Duimpje wordt gewaardeerd, dat weten jullie.